Te groot, te klein, te dik of te dun. Wist je dat zo'n 10% van het groente en fruit wordt weggegooid omdat het er anders uitziet? Dat is toch krom? Een hartvormige tomaat is bijvoorbeeld niet rond, maar lijkt op een hartje. En heeft een courgette een schrammetje of een deukje en een wortel twee benen in plaats van één? Dan belanden ze niet altijd in de winkel. Dat is toch niet eerlijk? Al het groente en fruit verdient een plaats in de winkel, ook als ze er anders uitzien. Als het maar vers, veilig en lekker is. Dat is het belangrijkst. Laten we proberen om met elkaar zo min mogelijk voedsel te verspillen. Dus het is tijd dat we fan worden van kromme groenten en fruit. Ontmoet de krommies. Ik ga je zo voorlezen uit het boek wat gaat over kromme groenten. Meneer Tweebeenpeen is goed bevriend met Wilwortel. Maar doordat ze anders zijn, worden ze van elkaar gescheiden. Zullen ze elkaar weer terugvinden? Dat ga je horen in het voorleesverhaal Meneer Tweebeenpeen. Veel plezier! Vlak onder de grond, verstopt in de aarde, worden worteltjes geboren uit een zaadje. De boerin geeft de zaadjes en babywortels veel liefde en water. Zo groeien ze op tot grote, sterke wortels. De worteltjes groeien en groeien en groeien en boem! Eén van de worteltjes botst ergens tegenaan. Auw, ga aan de kant, steentje, roept het worteltje geschrokken. Hoe moet ik nu verder groeien? Ik weet het, ik groei gewoon om je heen, zegt het worteltje stoer. Wauw, kijk nou, zegt zijn buurwortel vol bewondering. Ik ben Wilwortel en ik noem jou meneer Tweebeenpeen, want jij hebt nu twee benen in plaats van één. Wilwortel en meneer Tweebeenpeen worden de beste vrienden. Ze kletsen de hele dag en hebben samen de grootste lol. Zullen we vandaag wormpjes tellen? Vraagt Wilwortel. Ja, leuk, zegt meneer Tweebeenpeen. Hoeveel wormpjes tel jij? Op een zonnige dag trekt de boerin meneer Tweebeenpeen en Wilwortel opeens aan hun loof omhoog. De wortels zijn groot genoeg om te worden geoogst. Wow, daar gaan we, roepen de twee vriendjes vrolijk. De boerin bekijkt elke wortel van top tot teen en legt ze in een kistje. Maar wat gebeurt er nu? Ze legt meneer Tweebeenpeen in een ander kistje dan Wilwortel. In zijn kistje ziet meneer Tweebeenpeen allerlei andere groenten en fruit. Maar toch voelt hij zich alleen. Waarom mag ik niet mee met Wilwortel? Vraagt hij snikkend. Thea Tomatenhart probeert meneer Tweebeenpeen te troosten. Dat komt omdat je er anders uitziet, legt ze uit. Jij hebt twee benen en de andere wortels hebben maar één been. Ik mocht ook niet met mijn tomatenfamilie mee, omdat ik geen ronde tomaat ben. Maar jij bent toch ook gewoon een tomaat? Vraagt meneer Tweebeenpeen verbaasd. Ik smaak inderdaad net zo lekker, maar omdat ik er anders uitzie, word ik misschien niet opgegeten, zegt Thea Tomatenhart sip. Joe, daar heb je de altijd vrolijke Keesje Krom. Wat een sippe gezichten, zegt hij. Wij gaan je opvrolijken, meneer Tweebeenpeen, want je bent nu één van de krommies. Yeah! Ik weet precies waar je vrolijk van wordt, zegt Pieter Peer. Ga je mee skateboarden? No, no, Pieter. Hij gaat natuurlijk veel liever met mij schilderen, zegt Karel Appel. Dat klinkt allebei heel leuk, maar ik mis mijn vriendje Wilwortel, zegt meneer Tweebeenpeen verdrietig. Ik heb een idee, roept Pieter Peer. We gaan met alle krommies op avontuur.
Wie weet waar Wil Wortel kan zijn? Karel Appel stopt met schilderen en roept: de boerin brengt al het rechte groente en fruit naar de supermarkt. Misschien is Wil Wortel daar ook. Thea Tomatenhart klapt in haar handen: alle krommies verzamelen! Wij gaan naar de supermarkt. Pieter Peer sjeest naar de supermarkt. Hij gaat zo snel dat de andere krommies hem bijna niet kunnen bijhouden. Behalve meneer Tweebeenpeen, want hij kan met zijn sterke benen supersnel rennen. In de supermarkt roept Karel Appel vol bewondering: oelala, wat veel groente en fruit. En alles is zo recht en precies even groot. Meneer Tweebeenpeen kijkt verdrietig om zich heen. Wil Wortel is ook zo recht en heeft hetzelfde maatje. Maar ik zie Wil Wortel nergens. Wil Wortel, Wil Wortel, Wil Wortel. Meneer Tweebeenpeen roept zijn vriendje, maar niemand geeft antwoord. Wil Wortel is gisteren in zo'n tas meegenomen, zegt een van de peren. Als je snel bent, kun je nog in de tas springen. Wie weet kom je dan bij Wil Wortel terecht. Kom mee, roept Keesje Krom naar de krommies. Hij neemt een aanloop, springt en plof! Hij valt naast de boodschappentas op de grond. Ha ha ha, lacht Pieter Peer. Wat ben je toch onhandig, Keesje. De krommies klimmen voorzichtig in de tas. De boodschappentas wordt opgetild en op een fiets gezet. Op naar Wil Wortel, zegt Karel Appel. Wow, we gaan nog sneller dan op mijn skateboard, roept Pieter Peer. Plof, de boodschappentas belandt op de vloer in de keuken. Waar zal Wil Wortel zijn? Vraagt Thea Tomatenhart. Misschien ligt hij in de koelkast, zegt meneer Tweebeenpeen. De krommies sluipen naar de koelkast en gluren naar binnen. Wat een geluk, daar liggen een paar rechte wortels. Pardon, is Wil Wortel hier in de koelkast? Vraagt Karel Appel. Krommies klimmen de koelkast in. De rechte wortels kijken elkaar verbaasd aan als ze meneer Tweebeenpeen zien. Wat een gekke wortel met twee benen, fluisteren ze tegen elkaar. Wacht eens even, zie ik daar Wil Wortel? Vraagt meneer Tweebeenpeen. Wil Wortel komt achter de kaas vandaan. Wil, roept hij, daar ben je! Wat ben ik blij om jou weer te zien, zegt Wil Wortel. Aan de rechte wortels legt Wil Wortel uit: meneer Tweebeenpeen kwam een steentje tegen onder de grond. Hij is er gewoon omheen gegroeid. Daardoor heeft hij twee benen. Dat is toch supercool? Een van de rechte wortels slaat een arm om meneer Tweebeenpeen heen. Wat cool dat je om het steentje heen bent gegroeid. Een andere wortel knikt en zegt: mijn zusje was te dun en mocht ook niet naar de supermarkt. Maar ik vind het juist leuk dat iedereen er anders uitziet. Keesje Krom likt giechelend aan een rechte wortel. En daarna aan een been van meneer Tweebeenpeen. Hihi, jullie smaken allebei even lekker. De krommies roepen enthousiast: wij smaken net zo lekker als het rechte groente en fruit. En meneer Tweebeenpeen, die heeft zijn plekje gevonden. Gewoon naast Wil Wortel en zijn nieuwe wortelvriendjes. Want ook al ziet hij er anders uit, van binnen is hij precies hetzelfde.